Het stormachtige weer heeft zondag in Europa het leven gekost aan zeker zes mensen. De meeste slachtoffers kwamen volgens lokale media om het leven door omvallende bomen in Tsjechië en Polen. In Duitsland vielen zeker twee doden en wordt een vrouw vermist door de herfststorm die daar de naam Herward mee kreeg. Drie vakantiegangers die ondanks de harde wind toch in een motorboot het water van de Penestrom in Mecklenburg-Vorpommern waren opgegaan, kwamen in problemen toen het vaartuig kantelde. Een vrouw en een man werden uit het water gered. Maar de vrouw overleed later in het ziekenhuis. Een andere vrouw wordt vermist. Een 63-jarige man die kampeerde aan de oever van de Duitse jadeboezem werd overvallen door een stormvloed. De hulpdiensten vonden zijn lichaam later terug. De 59-jarige broer van het slachtoffer kon nog wel worden gered. Duizenden huishoudens en Tsjechië en Polen kwamen door een noordweer zonder stroom te zitten. In Duitsland deden zich ondertussen grote problemen voor op het spoor. Vervoersbedrijf Deutsche Bahn waarschuwde dat het treinverkeer op sommige trajecten pas maandag kan worden hervat.